Natuurlijk betaalt de circulaire economie zichzelf uit. Dat blijkt wel uit onze praktijk. Bij Interface besparen we in Europa jaarlijks 6 tot 7 miljoen euro dankzij duurzaamheid. Als je kijkt naar recycling, voor ons is dat eigenlijk gebruik maken van wat er is. Dus we maken gebruik van afgedankte visnetten, herwonnen tapijtgaren. We hebben hier in Scherpenzeel zelfs een recyclingfabriek staan. We produceren trouwens ook alles met hernieuwbare energie. Biogas gemaakt van visafval, maar ook van biobased materialen. Dus zowel het garen, de bovenkant van de tapijttegel, als de rug kunnen we maken van gerecycled of biobased materiaal. Waar is dit vandaan gekomen, het idee om het op deze manier te gaan doen? Nou, we werken eigenlijk al best wel een tijdje met het concept wat je tegenwoordig de circulaire economie noemt. We zijn heel lang op zoek geweest naar, voor ons de heilige graal, het recyclen van onze tapijttegels. En in 2007 hadden de collega's in Amerika een proces bedacht om het garen van de tapijttegel af te scheren. En tegenwoordig, 2 jaar later, hebben wij daar eigenlijk nog weer een slag overheen gemaakt en kunnen we echt het garen uit de tapijttegel halen. Niet alleen die van onszelf, maar ook die van concollega's. En dat garen wordt door onze garenleverancier verwerkt in een fabriek die staat in Slovenië, samen met afgedankte visnetten die ingezameld wordt uit de hele wereld en ook opgekocht, tot nieuw garen. Ik denk als je het hebt over het businessmodel achter de circulaire economie, dat het erom gaat dat je gebruik maakt van wat er al is. Dat is per definitie slimmer dan denk ik elke keer iets nieuws ergens vandaan uit de grond halen. Als je het hebt over de manier van samenwerken, denk ik dat dat nog veel meer een businessmodel is. Niet alleen aan de inkoopkant, de samenwerking met toeleveranciers, het ontwikkelen van nieuwe producten, van gerecycled of biobased materialen, maar ook juist de samenwerking met je klanten. Het feit dat wij eigenlijk de dienst van een inspirerend interieur en een gezond binnenklimaat leveren, zorgt ervoor dat we langer met onze klant verbonden zijn. Het is niet eenmalig een verkooptransactie, maar veel meer een dienstverlening waarbij wij ook zorgen, in samenwerking met partners, voor het onderhoud van het tapijt. En ook dat het aan het einde van de gebruiksduur eventueel weer zelfs wordt schoongemaakt, in samenwerking met een sociale werkplaats, en weer ergens een tweede leven krijgt. En ik denk dat dat het belang is van de circulaire economie. Als je praat over groeimogelijkheden, zouden jullie je omzet nog kunnen verdubbelen? Natuurlijk kunnen we onze omzet verdubbelen. Genoeg potentieel en juist dankzij de circulaire economie. Omdat je door samen te werken, niet alleen in je eigen keten, maar juist ook met andere sectoren, je eigenlijk onbeperkte groeimogelijkheden hebt zonder dat je de aarde ook belast. Het feit dat wij inderdaad samenwerken met de commerciële visindustrie, vissers op de Filipijnen, maar ook inderdaad biobased materialen kunnen gebruiken. Ook in onze processen, onze productieprocessen zijn daar zelfs op aangepast. Zorg je ervoor dat je een diverse toevoer hebt. Dus niet afhankelijk bent van één type schaarse grondstof die ook misschien wel sky high in prijs kan worden. Dus ik denk dat het super slim is om in de circulaire economie aan de slag te gaan. Dat betaalt zichzelf uit. Over betalen gesproken, je zei in het begin 6, 7 miljoen besparing per jaar in Europa. Denk je dat zo'n soortgelijke cijfers ook in andere bedrijven gehaald kunnen worden? Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat je, als je kijkt naar investeringen, dat duurzame investeringen niks duurder zijn dan normale investeringen. Maar dat dus het terugbetalen, de verdientijd en wat het je oplevert, meer is dan alleen een kostenbesparing. Maar ook reputatiewinst, leidt tot reputatiewinst, een grotere medewerkersbetrokkenheid en een enorme innovatiekracht. Dat is in ieder geval wat we bij Interface hebben ervaren in de afgelopen 22 jaar.